Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Dit moet een bevrijding zijn voor jou. Nou ja, ik denk voor het elftal met name. Voor de jongens. Ik heb voor de wedstrijd al gezegd, ik zat er wel naar uit te kijken. Was vorige week eigenlijk ook. Toen werden we verrast. Een aantal nieuwe jongens. Maar ook jongens die al een hele jaar meetrainen met ons. Zijn geen pannenkoeken. Die kunnen we ook gewoon goed voetballen. En die brengen misschien in pure kwaliteit misschien wat minder. Maar brengen wel andere kwaliteiten. Energie. Zitten er bovenop. Zijn enthousiast. En hoe dan went of keert. Daar begint het eigenlijk allemaal wel mee. Goed om te zien. Ja, Jasper en Stijn, de twee jongelingen in jouw elftal. Ik neem aan dat je daar tevreden over bent. Ja. Jasper natuurlijk een fantastische goal, is aan de gang. Ik moet zeggen, de tweede helft ging het kaartje wel uit. We stonden op punt om te wisselen, omdat we vonden dat eigenlijk de hele tweede helft het wel een beetje het beste wel vanaf was. En Stijn gewoon heel verdienstelijk gespeeld naar zijn kwaliteit. Aan de gang, kan meters maken, aan de bal rustig. Later werd hij wat vermoeid, werd hij wat onrustiger. Maar al met al dik tevreden kunnen ze terugkijken. Er zijn allebei nog A-spelers. Nou ja, als je dat af gaat zetten toen je zelf nog A-speler was, dan vind ik dat heel knap. Ja, op het moment dat de 2-2 gemaakt wordt, denk je dan van, oh jee, daar gaan we weer? Ja, nee, tuurlijk. Ja, want ik vond prettig dat we 2-1 stonden. Maar we waren nou niet echt de echte bovenliggende partij. Het was een beetje een gelijkgaande wedstrijd. We brengen wat opportunisme. Met veel lengte, veel kracht. Daar ontbeert het ons wel. Dan kan altijd een bal vallen. Die valt dan ook 2-2. Dan hoop je maar dat er nog een bevlieging komt. Uiteindelijk kan die. En ik denk ook wel, gezien de hele wedstrijd, de kansen die we gehad hebben, dat het ook wel een terechte overwinning is. Nou was het zo dat je voor de wedstrijd moest puzzelen om 11 mensen op het veld te krijgen. Nou moet je misschien puzzelen wie je juist niet in de opstelling zet. Nou ja, voor de wedstrijd was het niet puzzelen, want we hadden er niet zo heel veel. Dus waren er gewoon 11 neerzetten die we hadden. Volgende week zijn er weer een aantal terug, schorsingen. Dat is altijd prettig als je meer keuze hebt voor een trainer, natuurlijk. Niet alleen voor het elftal was deze overwinning belangrijk, maar je zag en je hoorde het ook langs het veld. Het publiek dat leefde enorm mee, zeker met het laatste doelpunt van Patrick Gerritsen. Ja, mooi. Maar dat komt denk ik ook omdat je een ploeg ziet die ervoor strijdt. Die een bepaalde energie geeft, zeg maar. En niet altijd het grootste voetbal, zeg maar. Wat we heel graag willen spelen. Maar het publiek ziet ook dat de ploeg steun nodig heeft. En verdient het ook. Want ze hebben er heel veel energie in gegooid. En het publiek proeft dat. Ik denk dat je nu na deze wedstrijd blij bent dat je bijgetekend hebt. Nou ja, ik ben sowieso. Dat doet niks af aan of je wel of niet tevreden bent bij een club. Het is allemaal wat makkelijker als je wint. Dan lopen dingen wat makkelijker. Dan krijg je wat minder weerstand. Maar het geeft ook wel heel veel nieuwe inzichten. Maar dadelijk komen we altijd weer bovendrijven. Het enige wat je misschien nog rest is de derde periode. Kijk je daarna? Nou ja, we kijken nog steeds naar top 5. En dat kan nog steeds. We krijgen nu weer wat jongens terug. Top 5 blijft voor de groep en voor mij ook nog steeds de doelstelling die we hadden. En nog steeds hebben. Eerst maar een feestje bouwen, denk ik. Nou, feest. Kijk, het is een overwinning en een lekker feestje, hè? Ja, en een lekkere overwinning. Zeker in de fase waarin we zitten, natuurlijk hartstikke fijn. Het is meer een beetje opluchting nu. Hey, veel plezier. Ja, fijn weekend. Mooi. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.